Som 122 tot met 124. Anna verdient 53 euro en welke vergelijking hoort hierbij? Daar hoort deze vergelijking bij. 53 is, en dan de formule, 8 plus 2,5 maal t. Vraag 123. Los de vergelijking op. Voor het gemak draaien we het eerst even om, dus we zetten 8 plus 2,5 t is 53. Aan de linkerkant halen we er eerst 8 af, maar dat moeten we dan natuurlijk ook aan de rechterkant doen. Dus aan de linkerkant houden we dan over 2,5 t. En aan de rechterkant houden we over 53 min 8 is 45. En dan willen we natuurlijk gaan weten wat t is. En daarvoor hebben we aan de linkerkant 2,5t gedeeld door 2,5. Maar dan moeten we natuurlijk ook aan de rechterkant die 45 delen door 2,5. En dat doen we even op de rekenmachine. 45 gedeeld door 2,5 is 18. Vraag 124. Hoeveel uur heeft Anna dus gewerkt? Dat is 18 uur. Voor de zekerheid controleren we het nog even. Die 18 vullen we hierin voor die t. Dus komt er de formule te staan 8 plus 2,5 keer t is 18, dus 8 plus 2,5 keer 18. En als we dat intoetsen op de rekenmachine, komt er inderdaad 53 uit. Dus t is inderdaad 18.